is in 1997 zijn ze begonnen te bouwen tot 2000. Nu was het af voor de Zeele Amsterdam. Was het het leading ship, intocht voor de Zeele Amsterdam. En ja, het is nu 10 jaar oud. We gaan nu de 11e jaar in en we doen eigenlijk altijd een beetje hetzelfde rondje. Zwitserland geboren, daar opgegroeid en ja, vroeger die piratenverhalen gelezen en dat was natuurlijk een droom om zo'n schip te gaan, maar ja, maar als Zwitserse jongen is de zee zo ver weg en het enige ja, wat er dan een beetje was, was op de Rijnvaart, daar had ik erover nagedacht om misschien daar kok te worden op zo'n Rijnschip, dacht ik, nou, het is ook een beetje saai. Ik heb een andere opleiding gedaan en ik heb veel jeugdwerk gedaan in Zwitserland. Op een gegeven moment hadden we gemerkt dat in Nederland op het IJsselmeer kun je zo'n zeilschip huren. En daar zijn we met de groep daar naartoe gegaan en zijn daar bezig rondzeilen. Dat vonden we hartstikke leuk. En dat hebben we 2-3 keer gedaan en toen had ik een keer gedacht van, nou, ik ben nog jong, ik heb wat tijd, dus ik wil graag een keer een hele zomer als matroos beginnen. En ik heb een schipper gevonden die zei van, ja, dat is goed, kom maar even, ik zie dat zitten. Kom. En ja, maar later was het dan toch zoiets van, nou, misschien moet ik een schipper worden, dan hoef ik dat niet meer zo vaak uit te leggen. Dan heb ik een opleiding gedaan en ben eerst 3 jaar op het IJsselmeer gaan varen, op klapbodems. En daarna in de Oostzee op een topzeilschooner. Daarna had ik de gelegenheid af en toe winters op een brigantijn van 61 meter in de Cariben rond te varen. En sinds 2 jaar ben ik gevraagd om op dit schip kapitein te zijn. Het is prachtig. Ik had eerst zo'n beetje van ja, zo'n groot schip en weet ik wat. We zijn er 2 kapiteins. Die andere kapitein is een vriend van me. Het zeilt zo heerlijk. Het is echt ongelooflijk. Je moet het een keer gedaan hebben, dan ja, dat vind ik ook gewoon leuk. Ja, ik weet het niet. Okay. Ik ben gewend wat kleinere schepen en snelle schepen. En, dan ben ik hierop gekomen en ja, het is echt een fantastisch zeilschip. Dat is met heel weinig wind, je zet die zeilen en het zoeft door het water. En het mooie is omdat het ook wat groter is, ook als we windkracht 10 of 11 hebben, dan hoef je niet meer met tenen te staan. Het gaat gewoon lekker door. Je zet wat minder zeilen en het is echt om, denk ook gewoon goed over nagedacht hoe ze het schip gebouwd hebben. Oude tekeningen van die klippers toen gehaald en probeert haar te bouwen. Het is niet een replica van 1 klipper. Ze hebben gewoon het beste van verschillende klippers eruit gehaald en hier in dit schip in elkaar gezet. En ja, het zeilt heerlijk. Pracht van het schip. Ik voel me altijd veilig hier aan boord.